wat nu heet de dekking van de organisatiekosten sociaal domein, had anders vormgegeven moeten worden. Het is gewoon niet goed zoals het gebeurd is. We hadden zeker in de periode begin 2017, toen ons duidelijk was dat we waar het gaat om de formatie niet voldoende formatie hadden, ons uw raad in ieder geval mee moeten nemen in de dilemma's die voor ons als college voorlagen. Zo had het niet gemoeten. En eigenlijk had ik het zo ook niet gewild en had het college dat ook niet gewild. Toen wij in 2012 al vooruitlopend op de transities begonnen met het inrichten van onze organisatie alsof het 2014, 2015 zou zijn, hadden we ook niet de indruk dat we het op die manier zouden doen. En dat verklaart ook voor een gedeelte het feit dat we toen bij de transities eigenlijk het gevoel hadden dat we het wel aankonden met de capaciteit die we toen hadden. Ik vind dat onverstandig van mezelf, want ik reken dat mezelf aan. En ik denk dat ik, en dat heeft mijn collega Haring ook al aangegeven, dat ik u daarvoor mijn oprechte excuses moet aanbieden. Zoals een van u al zei, dat ligt niet aan de intenties, maar wel aan de wijze waarop het is uitgevoerd. Nogmaals, dat betreur ik. En ik betreur dat ook, ik neem het mezelf ook kwalijk, dat dit gevolgen heeft voor de mensen die voor ons dit werk doen. Een aantal daarvan is door deze manier van werken ook onderuit gegaan. De loyaliteit en de druk op de ketel en ook de visie die er binnen dit huis leeft om het sociaal domein te laten zijn zoals het is, heeft zijn prijs meegebracht. En ik vind het naar om vast te stellen dat die prijs door een aantal van de medewerkers is betaald. Het is wel een feit, maar dat maakt het droeviger dan het al is.